Kiki, jij wint van de Stichting Mountainbike Platform de titel van het beste talent van het afgelopen seizoen. Daar moet jou bovenop het goede seizoen wat je al gedraaid hebt heel veel plezier doen. Ja, klopt. Ik had het eigenlijk niet verwacht, omdat die andere meiden natuurlijk afgelopen seizoen ook heel hard hebben gereden. Maar ik dacht, het is leuk als ik dat meepak dit seizoen. En ja, dat geeft mij toch wel weer meer vertrouwen voor 2017. Ja, de verkiezing is tot stand gekomen met 3 stemmen van het Mountainbike Platform. En er is een publiekspoll geweest. En die publiekspoll is schijnbaar toch bij de talenten. Heeft die de doorslag gegeven? Komt dat misschien omdat jij altijd lacht en altijd goede zin hebt? Ja, dat zou kunnen. Maar ja, die andere meiden zijn natuurlijk ook heel aardig en kennen ook heel veel mensen. Maar ik heb gewoon mijn best gedaan. Mensen gevraagd of ze op me wouden stemmen. En ja, blijkbaar had ik dus toch de meeste stemmen. Ja, dat heb je in ieder geval goed gedaan. Op naar 2017. Heb je al vastomlijnde plannen? Ik wil gewoon vooral dit seizoen stappen maken. En dan over 2 jaar wil ik gewoon wel echt mee voorin rijden. En dat is echt mijn doel, zeg maar. De 2018 is meer mijn jaar. Dat wordt mijn jaar. Kiki, heel erg gefeliciteerd met deze titel. En ik zou ze bijna zeggen, op naar 2017. Ja, komt goed. Dankjewel.